Eén jaar Oekraïne, dat is nu echt, hè? die oorlog is nu. Ja, jaar. we moeten er waarschijnlijk ook dinsdag toch nog iets over zeggen, om te kijken hoe kijken wij erop terug, ja. op dat jaar. En natuurlijk ook, uh, eigenlijk zijn de meeste visies op de, op de toekomst zomer de gestemd, was mijn indruk. Voor Oekraïne, of nou, voor die economist oorlog. De economist had gisteren een stuk de, uh, van dik houtzaag met uh, planken. Wat dat ging kosten, hoe lang dat ging duren. Dat we ons zwaar moesten bewapenen, dat, 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 nou eigenlijk ook dat er geen vrede uit zou rollen. Toch eerder iets à la Noord- en Zuid-Korea. Dat we moesten zorgen dat we veiligheidsgaranties hebben, maar hoe dan? Nou ja, het was echt een zeer, zeer pessimistisch stuk. En bovendien, wat natuurlijk nu steeds duidelijker wordt, is hoe was het ook weer: de Oekraïne verschoten in een maand. De hoeveelheid ammunitie die de in een jaar produceert... Dus ook die, die hele productie van oorlogstuig in de ruimste zin van het woord... ...die zal enorm opgekrikt moeten worden. En Zelensky en Poetin hebben al gezegd, wij stoppen niet met vechten, we gaan door. Nee, die hebben allebei in feite zichzelf ingegraven, letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Nou ja, men zegt ook, ook dat had ik opgediept uit Economist, maar... Ik kan dat mensen van harte aanbevelen of voor een vers. daar wordt heel wisselende, maar naar mijn idee ook wel goede denkstukken ingeschreven. Er stond nu weer een groot stuk in dat je me niet zo uh, sentimenteel idealistisch moest aanroeren.